ben meestal gewoon heel erg druk bezig met ondernemen en niet met de dag van de ondernemer. Maar ik vond het heel leuk om te horen dat die dag bestaat en dat jullie daarvoor ook naar mij toe komen. Dus ik voel me best een beetje vereerd. Nou, dit is mijn tweede werkbezoek en zoals je kunt zien is dat bij de HEMA. Het is misschien leuk om te weten, mijn eerste baantje was ook bij de HEMA. Ik ben eerder op werkbezoek geweest bij de HEMA en ik heb toen begrepen dat zij behoorlijk, net zoals andere ondernemers, te kampen hadden met personeelstekorten. En ik ga ze ook echt even in het zonnetje zetten, want ik heb een cadeautje bij me. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan een mix van jong en oud. Ja. InEchtBooks is een bedrijf dat bibliotheken en instellingen van boeken voorziet, dat een mooie poëziewinkel exploiteert in Leiden, ook nog een studieboekenhandel heeft. Wat het bedrijf speciaal maakt is dat we in de binnenstad zitten, dat we lokaal georiënteerd zijn, maar dat we tegelijkertijd een nationale klantenkring hebben. Wij kopen en verkopen energie. We doen dat op basis van de weersverwachtingen die er zijn. En de verkoop van die dingen gebeurt over een heel groot gedeelte van Europa. Personeel behouden is een heel belangrijk ding. Het allerbelangrijkste is dat je kijkt wat de mensen goed kunnen, wat de mensen prettig vinden om te doen in hun werk. Het is een hele fijne sfeer om te werken. We zijn heel open, duidelijk en helder in onze communicatie. De werknemers delen enorm mee als het goed gaat met het bedrijf. En het gaat goed met het bedrijf, want we waren een jaar of acht terug zijn we begonnen en we zijn nu met 60. Ik vond het heel leuk om haar op deze manier te ontmoeten en dat zij ook echt oprechte interesse toont in Babassu en hoe mijn bedrijf zich nu verder heeft ontwikkeld. Ik vond het hartverwarmend en ik vond het vooral heel goed en ruiterlijk en welkom dat werd gezegd dat de waarde van dit soort straten, de aanloopstraten naar het centrum, wordt ingezien. Ze zijn heel betrokken bij de stad, betrokken bij het product of bedrijf wat ze hebben neergezet, maar ook heel betrokken bij het personeel. En daar mogen we als stad ook echt trots op zijn, want de bedrijvigheid in de stad is heel erg belangrijk voor de stad.